Goedendag allemaal. Het is vandaag 4 mei 2018. Het wordt er komen een paar prachtige zonnige dagen op ons af. Vandaag is het al zo, gisteren was het al zo. De temperatuur is nog niet al te hoog, maar ja, toch. We mogen absoluut niet mopperen. En hier in het bos, het blad is overal aan de bomen gekomen. Een ware explosie. Je begrijpt niet hoe het mogelijk is in zo'n korte tijd. En als je om je heen hoort, het is allemaal vogelgeluid. Het nieuwe leven barst, zou je kunnen zeggen, uit de grond. We zien het op de velden. Wie er oog voor heeft, want elke burger zou daar toch eens op moeten letten. En je rijdt door de velden en dan zie je overal de activiteit en het beginnende groen wat uit de grond komt van de planten. Het is een mooie tijd, een prachtige tijd van het jaar als je er oog voor hebt. De tijd van het nieuwe leven. En het nieuwe leven, als ik daar nou ineens over praat, dan denken we toch terug aan een opmerkelijk verhaal dat onlangs in de kranten verscheen. En we hebben het toch maar even bewaard. Baby en baby zonder bevruchting. En je kan je voorstellen, de Telegraaf, ook niet vies van een beetje opschudding, die heeft dat in grote vette letters op de voorpagina gezet. Baby zonder bevruchting. De vraag is, willen we dat wel? Ja, opzienbarend nieuws zou je zeggen, hè? Want ja, de wetenschap die staat eigenlijk voor niks. Mensen zijn voortdurend natuurlijk bezig zonder dat wij het weten. En dat geldt in alle geledingen van de maatschappij. Zijn geleerden en wetenschappers in laboratoria bezig om dingen uit te vinden, te experimenteren en te proberen en uit te proberen. En kijken of dat misschien ook wat is voor jou en voor mij. Ja, er wordt uitgelegd hoe dat wordt gedaan. Ze doen het met stamcellen, we gaan er niet op in, want het is veel te ingewikkeld. Maar het is mogelijk dus om zonder seks, zonder een mannetje en een vrouwtje, dat gaat paren, om het zomaar eens even ordinair te zeggen, dat daar dan een bevruchting uit voortkomt en een nieuw leven ontstaat. Maar men kan dit nu doen in een laboratorium. Voorlopig is dat allemaal nog maar experimenteel natuurlijk. Ze passen het voorlopig alleen nog maar toe op muizen. En dat is dan voorlopig wel een beetje wat we ervan weten. Maar de kans is natuurlijk ook goed mogelijk dat het toegepast kan worden op grotere dieren. Op, laten we zeggen, landbouwhuisdieren. Op mensen. Ja, op mensen natuurlijk ook. Maar dat is voorlopig nog een brug te ver. En de vraag zal natuurlijk zijn of dat ook ooit ervan zal komen. Maar nou terug naar die landbouw. kunnen we er in de landbouw wat mee? Want wij denken altijd natuurlijk in boerenmogelijkheden. Als we dit lezen, dan denken we, ja, wat zouden we kunnen doen? Kunnen we onze topdieren, onze toppresterende dieren, we denken aan koeien, maar we denken natuurlijk ook aan paarden, we denken aan alles wat in de landbouw als landbouwhuisdier wordt gebruikt om er commercieel beter van te worden. Zouden we daarmee natuurlijk een hele stal vol kunnen zetten met onze best producerende koeien? Ja, het is maar een fantasie die misschien nooit zal komen, maar als je dit bericht leest, dan denk je bij jezelf, ja, dat is toch wel misschien een kans die zou kunnen ontstaan. Ja, neem nou wat. De vraag is dan natuurlijk altijd bij ons, wat gaat dat kosten? Hè? Wat gaat dat kosten? Is het goedkoper dan wanneer je gewoon de stier op de koe laat komen? En dat soort natuurlijke bevruchtingen, waardoor je natuurlijk ook nieuw leven krijgt. Een ander ding, kijk, vroeger werd er nogal gehamerd op de opvolger. Dat je als boer een opvolger moest hebben die het bedrijf overnam. En nou kan het wel eens gebeuren natuurlijk dat dat allemaal niet lukt, omdat op een of andere reden er geen opvolger kan worden gecreëerd. Nou, dan zou dit misschien ooit in de toekomst een oplossing zijn als het vraagstuk van de opvolging nog steeds zo prominent aan de orde zou kunnen zijn. Maar terug. Maar we moeten niet net doen natuurlijk of dit nou iets is. Ja, het is weer een stap verder. Maar we zijn natuurlijk in de landbouw al zo ver gevorderd met allerlei dingen die we hebben uitgevonden en hebben uitgeprobeerd en die ook al worden toegepast. Hè. We zijn al volop aan het manipuleren in het leven en in de manier waarop het kan ontstaan.
Denk maar even aan de KI, de kunstmatige inseminatie. Ja, daar werd natuurlijk vroeger belachelijk, werd over gelachen, dat kan niet en dit en dat. En nu, er wordt geen één koe meer, bijna geen één koe meer, in de normale gangbare melkveehouderij, krijgt nog de vreugde, zou je kunnen zeggen, van een stier op haar rug. Ja, je zou dat ook kunnen uitleggen als een vorm van, ja, laten we zeggen, dierenmishandeling. Want ja, wat is nu het geval? KI, kunstmatige inseminatie. We hebben embryotransplantatie, wordt al volop toegepast in de melkveehouderij. Ook een vorm van manipuleren. We hebben dat natuurlijk ook bij de mensen, waar we op allerlei manieren proberen, als het allemaal niet normaal gaat, kunstmatig een nakomeling te verwekken. We zijn bezig met klonen. We zijn bezig met transplanteren. Ja, de vraag is dan die zich opwerpt. Willen we dat? En kunnen we dat? Willen we dat? Daar wordt niet naar gevraagd, hè, want dat doen gewoon de wetenschappers. En kunnen, dat doen de wetenschappers ook, want die gaan niet stilzitten. De vraag is dan, mogen we dat doen? Mogen we het? De wetgever die zegt, je mag van alles doen, maar embryo's, menselijke embryo's, daar moet je voorlopig nog even met je vingers afblijven, want dat vinden we niet, dat, zo vinden we niet dat dat hoort. Maar ja, we kunnen ook zo bekijken. Zitten er aan deze nieuwe technieken voordelen aan voor de landbouw of zitten er geen voordelen aan? En als dat zo is, als er voordelen aan zitten, dan hou je het niet tegen. Dan kun je de wetgeving nog zo ingewikkeld maken als je wil. Maar dan wordt het toch gedaan. Niet hier in Nederland misschien, maar elders in de wereld. We hebben het nou over het leven van dieren. Maar hoe wordt er al niet gemanipuleerd in de plantenwereld, hè? In de akkerbouw bijvoorbeeld, we hebben al zoveel zaden die zijn uitgeselecteerd en we hebben gewasbeschermingsmiddelen die zo selectief werken. We hebben van alles en nog wat verzonnen om de natuur een handje te helpen, om gewoon een nieuw leven te scheppen op een of andere manier. Ja, en een nieuw leven, daar komen we nu op, hè. Het is vandaag 4 mei, 4 mei en de vogels die fluiten hier om me heen. Hoor maar, stilte. In het bos. Vandaag hebben we in Nederland de dodenherdenking. Stilstaan bij de mensen die in de Tweede Wereldoorlog en daarna zijn omgekomen voor, je zou kunnen zeggen, de vrijheid van ons land. Bevrijding. Bevrijding, de vrijheid. Wat doen we met die vrijheid? Wat doen we ermee? He? Dat is het grote punt. We zijn jong. Wij zijn in de oorlog geboren. We zijn een oorlogsproduct. Je kunt het wel zien. 1941. We weten er nog een klein beetje van. Een klein beetje weten wij nog hoe dat toe ging op die laatste oorlogsdagen. Hier werd veel gevochten. Maar ja, er zijn al die anderen onder ons, die weten daar niks meer van. En daarvoor hun is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, die 80-jarige oorlog ongeveer even ver weg als de Tweede Wereldoorlog. En let wel, zover wij weten, van de 80-jarige oorlog tot de Tweede Wereldoorlog, is Nederland eigenlijk nooit meer in oorlog geweest. En dat is natuurlijk toch wel fantastisch. En nu lezen we in de kranten, iedere keer weer, in deze dag vooral, als je dan de krant openslaat, dan zijn er pagina's gewijd aan mensen die nog wisten hoe het was, die er nog over vertellen. Men wil nog steeds dat beeld natuurlijk levend houden. Ja, de vraag is natuurlijk in werkelijkheid, hoe levend is het ook? Want als we de realiteit aanschouwen in de wereld en we kijken om ons heen wat er allemaal voor ellende in de wereld plaatsvindt, daar hoeven we natuurlijk geen optimist, daar kun je niet optimistisch van worden. Want talloze plaatsen waar mensen ellende beleven, waar ze oorlog hebben, waar ze uit hun huizen worden gedreven, etcetera, etcetera. Ja, waar in welk licht staat dan die herdenking nog van die Tweede Wereldoorlog in ons land? Het is goed dat het wordt gedaan, het is goed dat we de doden herdenken, het is goed dat we respect tonen. Maar ja, in de tussentijd glijdt de tijd voort en komen er nieuwe zaken aan de orde en zullen we daar ook rekening mee moeten houden. En we zijn niet in staat gebleven als mensen om dat te keren, om die ellende uit de wereld te keren. En ja, dat is toch wel erg triest. En de vogeltjes blijven fluiten en storen ze zich er niet aan. Maar mannen en vrouwen, wat wel is, dat wij boeren, oorlog of geen oorlog, ellende of geen ellende, altijd zullen moeten blijven boeren. Want wij zijn de producenten van het voedsel voor het volk, voor het voedsel en voor het leger en voor alles en nog wat ermee te maken heeft. Dus wij boeren zullen
ondanks alle ellende die er is, altijd blijven wat we zijn. En dat zie je ook dikwijls op beelden die op het journaal worden getoond. Hè. Dan zie je ellende, maar dan zie je in de verte zie je gewoon een boer die aan het ploegen is, terwijl de bommen iets voor hem daar in de stad ontploffen. Ja, eten, dat is een wapen. En dat weten ze al sinds jaar en dag. In dat opzicht verandert er niks en blijven wij boeren belangrijk. Belangrijk, maar de consumenten waar wij dat eten aan toebrengen zijn natuurlijk even belangrijk. Want als er niks wordt opgegeten, hebben we er ook niks aan. Mannen en vrouwen, ja, dat was het voor vandaag. Geniet van die prachtige mooie dagen die komen. En let op de natuur en let op het nieuwe leven. En voorlopig, als je nog gezinsuitbreiding wil, doe het nog maar op de oude manier. Want dat zal nog voorlopig wel de meest praktische manier zijn om tot een nakomeling en een opvolger te komen. Ik zou zeggen, houdoe en ja, tot volgende week.